De Nederlandse politiek heeft de veiligheidsrisico's rond centraal aangestuurde zonnepanelen lange tijd links laten liggen. Dat erkent ook NSC-Kamerlid Jesse Sixdijkstra. Gisteren spraken we al met Tennet hier op BNR. Want bijna alle zonnepanelen hebben een centrale aan-uitknop op een computer bij de leverancier. Er zijn binnen Europa een paar grote leveranciers. En als je dus één grote kunt uitschakelen, zijn de gevolgen niet te overzien. Dat zei ook Jan Vork van Tennet. De eerste 3000 megawatt daarvan kunnen we goed opvangen in Europa. En als we daar boven komen, uh, ja, dan gaan we effecten meemaken uh, die we in het systeem uh, niet hebben uh, bedacht hoe we die moeten gaan oplossen. Dan hebben we nog wel instrumenten. Maar hoe ver die gaan en hoe snel we die nog kunnen inzetten, dat is nog niet 100% uitgewerkt. Er is een restrisico dan. En dat risico is uiteindelijk een blackout. En we spreken nu met Jesse Six Dijkstra, ook over digitale zaken, Kamerlid bij NSC. Goedemiddag, meneer Dijkstra. Goedemiddag. U zegt dus de Nederlandse politiek heeft eigenlijk liggen slapen? Um, nou, ik ben het in elk geval eens met Tennet dat dit uh, sterker op de politieke agenda moet komen. Het is overigens niet de eerste keer dat het op de agenda komt, maar uh -huh. wat mij betreft wordt het wel een, uh, een blijvend punt. Dit gaat namelijk ook over bestaanszekerheid, uh, uh -huh. het feit dat burgers verzekerd zijn van energie. En in Nederland uh, zijn er eenmaal heel veel huishoudens afhankelijk van die zonne-energie. Maar deze specifieke kwestie, de beveiliging van zonnepanelen en de omvormers daarvan, is ook geen, geen nieuw probleem. Want een jaar geleden heeft de, de RDI, de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, al een uitgebreid onderzoek gedaan naar deze omvormers. En daaruit bleek dat alle onderzochte, onderzochte leveranciers niet voldeden aan de eisen. En nu blijkt dat daar een jaar later. Waarschijnlijk nog helemaal niks met die aanbevelingen is gedaan. En dat is natuurlijk onacceptabel. Nu is het zo dat als we in Nederland een kolencentrale bouwen of een gascentrale, dan moet die aan strenge veiligheidseisen voldoen. Want het is kritieke infrastructuur. Moeten we eigenlijk ook niet zeggen, deze bedrijven die dus die, die zonnepanelen kunnen aansturen, moeten wij benoemen tot kritieke infrastructuur. Want als je al die zonnepanelen bij elkaar optelt, dan kunnen ze heel veel energie leveren. Ja, daar ben ik het uh, eigenlijk wel mee eens. Uh, ook gezien het feit dat er niet alleen leveranciers zijn, maar ook, zoals u zegt, uh, aanstuurders. Nu komen er wel een aantal Europese wetten aan. die ervoor uh, gaan zorgen dat uh, op termijn dit soort bedrijven ook wel aansprakelijk gesteld kunnen worden. als ze niet hun verantwoordelijkheid nemen op het gebied van uh, informatiebeveiliging. In elk geval een drietal wetten die daar aankomt. En daar moeten we ook scherp op zijn dat we bij de, de invoering van de wet. en de behandeling van die wet in Nederland. Ook expliciet maken dat wanneer een bedrijf zo'n positie heeft en op afstand um, zonnepanelen in grote getalen aan of uit kan zetten, dat ze ook uh, onder die kritieke infrastructuur uh, geschaard worden en daarmee ook aan die beveiligingseisen moeten voldoen. Is dat niet eigenlijk heel makkelijk op te lossen, dat, dat u deze bedrijven ook noemt in dezelfde wet voor de kolen en de gascentrales? Want dan moeten ze dus zelf aan die eisen van de wet en dus die veiligheidseisen gaan voldoen. Uh, ja, waarbij natuurlijk wel het feit geldt dat het gaat om Europese wetgeving, um, mm -hmm. dus die in Europa al is afgesproken, dus de rijkwijte van wat je daar in Nederland nog aan toe kan voegen beperkt is, maar elke onduidelijkheid die er nog wel in zit, die kan natuurlijk wel expliciet gemaakt worden, om het zoveel mogelijk op te trekken dat bedrijven die inderdaad zo'n kritieke functie vervullen, ook uh, die kritieke verantwoordelijkheid krijgen. Ja, maar gaat dit snel genoeg, wachten op, op het echt in werking gaan van die wetten, want het risico is er nu al? Het risico is er inderdaad uh, nu al. En het is ook wel echt onacceptabel om te zien dat er niks gedaan wordt... met problemen die al uh, langere tijd uh, bestaan. Uh, dus er moeten sowieso uh, stevige gesprekken gevoerd worden met de sector. Maar we moeten ook in het kader van de bredere weerbaarheidsagenda van Nederland... gaan kijken naar dit soort achilleshielen in de systemen. Überhaupt is het een onwenselijke situatie... dat uh, een beperkt aantal leveranciers van consumentenproducten... en heel veel daarvan zijn ook nog eens in China gevestigd überhaupt fysiek in staat zijn om met een aan-uitknop een groot deel van het Nederlands elektriciteitsnet uh, te beheren. Mm -hmm. En wat gaat u nu zelf concreet doen? Um, nou, dit gaan we in elk geval meenemen in uh, de behandeling van de weerbaarheidsagenda en de begroting van justitie en veiligheid. En met de plannen die, waar het nieuwe kabinet mee gaat komen op het gebied van onder andere weerbaarheid, want dat staat ook in het hoofdlijnenakkoord. En het afbouwen van afhankelijkheden van landen met een offensief cyberprogramma, waar ook China onder valt. Um, Moeten we het kabinet eraan houden dat dit soort grote uh, bottlenecks in elk geval uh, verkleind gaan worden? Dank. Jesse Six Dijkstra, Kamerlid van NSC.